En het ministerie van Arbeid is gisteren gestart met gesprekken over gelijke behandeling en geweld op de werkvloer. Deze spreeksessies worden geleid door onderdirecteur internationale en juridische zaken Glenn Pirou en hebben als doel het bevorderen van gelijke behandeling van werknemers. Daarnaast moet dit meerdaagse dialoog ook leiden tot het verminderen van geweld op de werkvloer. De maatschappelijke groepen Ilse Henaar Hewitt, Double Positive en Women Rights Center, het LGBT-platform, zijn gisteren gehoord. Ze zien graag dat meer bescherming wordt geboden aan vrouwen en andere kwetsbare groepen. Vooral mensen met een beperking, HIV-geïnfecteerden en mensen van de LGBT-gemeenschap worden volgens hun het meest gekwetst. De maatschappelijke groepen merken op dat de stigma en discriminatie niet alleen bij particuliere bedrijven voorkomt, maar ook bij de overheid. Aan het ministerie is gevraagd meer vaart te zetten achter wetgeving die de bescherming van deze groepen kan garanderen. De consultaties worden de komende dagen voortgezet. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut in een persbericht.